Vandaag weer een bijzondere dag. We gaan namelijk weer een NH Green Label certificaat uitreiken voor weer een duurzame tuin. Ja, we wilden heel graag een duurzame tuin. Veel planten, veel bloemen en waar ook het water goed de grond in kan. En ik denk dat jullie daar heel goed in geslaagd zijn. Nee, mooi. Top. Ja, het is ook onze doelstelling om niet alleen mooie tuinen te maken, maar ook hele duurzame tuinen. Mm-hmm. Duurzaam materialen, kijk naar die vloeren hier. Ja, waar het water erin kan, waar planten in groeien. Zorgen dat er water goed weer kan, dat het water goed hergebruiken. Dat is hier allemaal heel goed terecht te komen. En ik moet zeggen, deze tuin is pas 8 weken of 9 weken oud. Dus ook met de droge zon, kijk eens hoe die erbij staat. Ja, het ziet er super uit. Dus ook dat kan, met een hele duurzame tuin kun je echt iets moois maken. Ja, en belangrijk, jouw rol als professional? Ja goed, we hebben hier natuurlijk het ontwerp gemaakt. Het was een basisidee. Mm-hmm. En dat heeft Nico, mijn compagnon, heeft het helemaal omgezet naar een hele duurzame tuin. En ja, dan als je met elkaar op tafel gaat, en dan staat er iets moois. En niet alleen een mooie tuin, maar ook een mooie samenwerking. En ook een hele prettige samenwerking. Ja. En daarom mag ik ook dit certificaat overhandigen. Ik wil jou officieel overhandigen. Ja, dankjewel. Het echte NL Green Label duurzaamheidscertificaat. Ja, fantastisch. Nou, en, gefeliciteerd in ieder geval. Ja. Ja. Het is een A-label, dus je hebt eigenlijk op alle onderdelen goed gescoord. Dat is het ontwerp, bodem, water, dieren, planten, energie, onderhoud. Ja. Het is ook gekoppeld aan de levende tuin. Mm-hmm. Dus nou ja, we hopen dat je er heel blij mee bent. Ja, zeker. En wij ook. Mag ik hoop dat jij er helemaal mee bent. Ja, we zijn er heel blij mee. Super. Ja. Weer een ecologische stapsteen erbij. Ja. Top. Het is een mooie tuin geworden met heel veel beplanting en lekkere zitjes buiten. Ook veel bestdragende planten en zelfs water voor vogels. En olivijn, dat is een halfharding die CO2 bindt. Ook is er gekozen voor duurzame bestrating en zogenaamde prairiebeplanting, waardoor het water heel erg goed in de bodem behouden blijft en je weinig onkruid hoeft te bieden. Verder veel vlinders, bijen en mooie oplossingen voor water. Dus al met al een geslaagd project.